Nou, dat gaat geweldig. Ja, gaat echt geweldig? Ja, maar mijn volgende verhandeling bijvoorbeeld over het leven met een vrouw kan bijvoorbeeld gaan over een lange stilte thuis. Wat dacht je daarvan? Ongemakkelijke lange stilte. Ja, de lange stilte. We hebben net even een beetje een vervelende woordenwisseling gehad, ja? Thuis. Ja, ja. Wat ook verward kan worden met een ruzie. Ja. En dan valt het stil thuis. Ja. Dan besluit de vrouw in één keer, ik zeg niks meer. Ja, dat kan zomaar gebeuren. En dan hebben wij het grote zwijgen in huis. Ja. Nou, en dan? Ja. En hoe gaat het dan verder? Ja, dat is voor mensen zoals jij en ik, is dat niet makkelijk natuurlijk, Harry. Nee, zij heeft, want zij denkt dan bij zichzelf. Het is jouw schuld dat we nu ruzie hebben. Ja. Jij bent begonnen. En zij is dan uit narigheid. Denkt zij van, ik hou mijn mond dicht, ik zeg niks meer. Ja. Dus wat krijgen we dan? Dan zeg jij ook maar niks meer. Nou, dan zitten we dan samen te zwijgen. Ja. En zij, ja, dan krijg je alleen nog wat gebarentaal. In huis, zo van, nou ja, ik ga nu slapen, krijg je dit, weet je wel. Of gaan we nog eten, krijg je dat soort geneuzel allemaal. Ja, dit is verschrikkelijk. Ja, dit is verschrikkelijk. En dan is de grote vraag, Rick. Ja. Wie eindigt dit? Ja, de man of de vrouw? Ja. Ja, ja. Ja, wie stapt, want dat kan soms. Je hebt venijnige echtparen, die kunnen dit gewoon zomaar een dag laten bestaan, hè? Echt waar? Oh, geen enkel probleem, hoor. Die denkt van, oh, ga jij zwijgen? Nou, dat kan ik nog beter. Ja. Nou, en dan zijn we lekker bezig met elkaar. Ja, gelukkig zijn we. Ja, dus? Ja, nou. Ja, maar hoe eindigt dit dan? Oké. Okay. En mijn ja, nou, ik zal je een tip geven. Wij moeten het eindigen. Wij als mannen moeten dan opstaan om deze enorme stilte te doorbreken. En dat betekent dat we dan iets, even toch een lief woordje zeggen. Of we brengen een kopje thee. Om maar even aan te geven van, we zijn weer bereid tot geluid. Hè? Om geluid te maken. Nou goed. En dan, weet je wel. Alleen, mijn grote tip is dan, om niet te zeggen sorry. Je mag nooit sorry zeggen. Dus wel als eerste de stilte gaan verbreken, maar zeg nooit sorry.